uitzet. Wij maken die best als volgdoelen. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij zijn op dit moment op Schiphol, want wij gaan lekker op vakantie. En waar gaan we heen? Naar Turkije. Dus we vliegen zo. We zijn al door de check en zo allemaal heen. Mijn camera was leeg. Echt super dom. We hebben gewoon een lege camera meegenomen. Dus ik heb dat helaas niet kunnen filmen. Maar het ging echt heel erg snel. We waren super snel doorheen. Maar het komt ook omdat morgen mijn scholen weer beginnen, denk ik. Dus het was echt niet druk. We gaan nu in de massagestoel. We gaan nu eventjes lekker in de massagestoel. En we hebben net ook wat gegeten. En dan lopen we zo richting de gate. En dan kunnen we over... Hoe laat? Ja. En dan kunnen we over anderhalf uur boarden. Dus we hebben er echt super zin in. Dit wordt onze eerste vakantie met het vliegtuig. En onze is misschien een klein beetje bang. Hij is misschien echt een beetje bang. Jongens, ik vind het niet tof. Ik vind het niet leuk. Maar we gaan het gewoon laten lukken, hè, toch? Het komt allemaal goed. Laten we even een fitcheck doen. Dames en heren, ik ga niet voor Wawa. Nogmaals, welkom bij een nieuwe vlog. Jullie zien het. We zijn er. Schiphol Airport in de... Pata sneakers, oké. Het zijn geen regular Nikes. Jullie weten wat daar is. Shirts van Quatrain. Shout-out to sponsor, my G. Ik zie jullie. Wat staat hier ooit in de... Crozy. Hoe? Crozy? Ja. Yeah. Crozy, shout out to Crozy. Ik weet niet. Yeah, Crozy. Denk ik. Weet ik veel. Crozy's. Ja, laten we het gewoon Crozy's noemen. De Louis V. Zoals gewoonlijk. Even kijken naar de onderbroek ook. En Björn Berg. Shirt. Mijn schoenen zijn van Balenciaga. En ja, dat was het eigenlijk. Dan heb ik nog hele leuke sieraden om allemaal. We zitten nu in de massagestoel. Maar echt kut muziek hier. What the fuck? En het doet zoveel pijn, die stoel. Oh, ik moet ook mijn hoofd hierin. Het doet echt fucking zeer. Zo, dames en heren, we zijn er. We zien het. Damsko in het Airport en B. Ons vliegtuig staat daar. Heeft deze touchscreen? Airport staat daar. Het gauwke. Heb je er een beetje zin in? Mooi. Zeker weten. Jongens, we zijn even op Airport. We gaan even. Over hoeveel minuten vliegen we? Half uurtje. Half uurtje vliegen we, ben tante bang. Maar ga jullie checken. Jelle. Nou mensen, we zitten in het vliegtuig. Ons hier is misschien een beetje. Ik ben helemaal niet bang. Chintori man. Oké, wacht. Ik laat even een foto zien. Chintori man. Een foto zien van ons hier. Nee, maar dat was net. Oh mijn god, mannen worden geluid. Kijk hoe die erbij zit. Stom. Vind je het spannend? Nee joh, wel spannend joh. Huh? Het vliegtuig. Catching flight, no feelings. Het vliegtuig is best wel leeg, dus dat is echt wel chill. Dus als we lang uit willen liggen, kan dat ook gewoon. En we zitten dus lekker vooraan in het vliegtuig en we hebben er super veel zin in. En we nemen jullie mee in onze reis. Dames en heren, het wordt een leuk avontuur. Volg ons sowieso op TikTok. Negeer het ook niet, jongens. Ik weet dat jullie kijken. En jij, die nu kijkt, liken, abonneren en volg op TikTok. Ja. Neem maar even een happy. Oh, wat lekker. Smullen hoor. Lekker. Het is best goed vliegtuig. Helaas, weet je ook... Oh, ik film helemaal verkeerd. Weet je ook niet snap? Zijn we deze dingen? Die dingen werken niet, zo. Doe even rustig. Moet je nog eens een keer wat voor mij overlaten, hè? Ik heb het naar mijn zin. Ik ben er. Je kent het wel. Eerst is al leeg. Jongens, we hebben wel 40 euro gekost. Een job van Jonas.
mooie berry, nice. Hoi allemaal, het is vandaag maandag en dit is onze eerste echte volle dag. Ik heb helemaal niks meer gevlogd, want gisteren waren we super chagrijnig. Oh, chapsel. Oh mijn god. En ja, we waren gewoon echt chagrijnig. We waren allebei heel erg moe en dus ik heb echt helemaal niks meer gevlogd. We gingen ook eten en het was op een gegeven moment echt vet vies. We gingen buiten het hotel eten, want we waren best wel laat aangekomen. Dus die diner hier was zeg maar al dicht, omdat we all inclusive hebben. Dus... ja, we gaan nu eventjes ontbijten en het is nu jongens, ik bijna 10 uur of zo en we gaan dus nu even ontbijten, maar het is wel echt fucking druk hier. Niet normaal. Ik ben nog aan het slapen, maar jongens. Ja, hij wilde niet eens wakker worden. Beseffen jullie dat ook even? We hebben ons eerst ontbijtje. En we zitten dus hier bij ons hotel. Dit is het hotel. Het is wel echt een heel groot hotel, dus ik laat straks wel meer zien. En het is echt al heel erg warm en het is nog maar 10 uur 's ochtends. Maar we gaan nu even lekker. Op zin, ik lig nu lekker aan het zwemmen, want we lagen dus net aan het... we waren dus net bij de zee, bij het strand, maar het is hier iets chiller zitten. Dus we zijn nu lekker bij het zwembad. Dus het water is gewoon ding, man. Warm. Ja, het is echt bloedje heet. Het is 35 graden. Ja, tot nu toe is onze dag nog heel erg relaxed. We vonden het gewoon alleen nog maar ontbeten en aan het zwembad gelegen of aan het strand. En ja, als we iets nieuws gaan, als we... hij is helemaal gek. Als we iets gaan doen, dan neem ik jullie natuurlijk mee. Ik heb echt een zweetgezicht. Dames en heren, we zijn er gewoon. PR. Jullie zien nog hoe tantoewit ik ben ook. Jullie zien hoe tantoewit ik ben. Maar we zijn nog steeds... de lifestyle hebben. Zijn er nog steeds. Ik ben tantoewit. Scandi Elam. Ja, ik ook hoor. Niet voor niets in Turkije toch, tijgers. Gezien? Oorsje Hotra, hebben jullie waarschijnlijk al gezien, maar oh ja. Hij weet niet hoe je mij moet zetten. Ja. We zijn even lekker wat gaan lunchen. Meteen gaan we dus weer terug even naar het zwembad. Of naar de kamer. Maar dat zien we zo. We gaan nu even lekker eten. Wij... we hebben ons eventjes opgefripst. Je begint je kop altijd met wij. Wij. Wat moet ik dan zeggen? We hebben ons opgefrist. We hebben ons eventjes lekker opgefrist. En ik heb een shirtje aan van Chiquelle. Of een topje. Broekje is van Naked. Slippers zijn van Zara. Ozzy is fully in de crow. Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Crow. En dan iets uit. Nee, het is Crow Jays. Shout out to Crow Jays, see you shining. Guys, look at this description right down below. Nee, even zonder grap. Oosje outfit. Super fijne stof. Shout out naar Crow Jays, of hoe je het ook uitspreekt. Oosje merk. Heb ik wat op mijn rug staan? Ja. Je ziet het. We zijn er gewoon. Marmaris! Jullie zien wat daar is toch? Nu gaan we eventjes... foto's maken en wat eten. En dan gaan we even de stad in. We zijn nu in de stad. En er is een of andere watershow, lichtshow hier aan de gang. Dus daar zijn we nu even naar aan het kijken. Het ziet er echt wel vet uit. Wow. We zingen heel hoog. Gezellig schatje. I saw you, and I'm a I saw you, and I'm a man, I saw. En nu toch die vlogcamera erbij hebt?
Check it. Yo, dance moves. Je moet midden achter. Yo, dance moves voor op de TikTok. Nog meer, nog meer. Verder. Is het ouder of zo? Nee. Ja. Ja, wat de fuck, man. Oké, ben je ready? Ja. Dames en heren, nieuwe dance moves. Voor deze dance move. Je weet al wat daar is. Scan. You catch me. Om mijn mensen kijken me aan, maar ik heb. Hoe zeg je dat? Scheid. Ik dacht dat je pangpang is. Ja, wat ik ook zeg, maar we zijn in Turkije, dus. We hebben hier wat cocktails. Lekker, en we waren net Uno aan het spelen. Ho. Oh. En hier waren ze straks aan het zingen en zo. Maar wij waren spuitjes aan het spelen, ik had helemaal niet gevlogd. Oké, okay, cocktails wacht. Op. Schatje is al ultiem aan het genieten van de vakantie. Oh, dus ik ben echt super moe. En oh, hij is ingezoomd. Oh mijn god, daarom moest ik 3 meter naar achter. Ja. Ik dacht wel, wat is met Charles? De camera was ingezoomd. Maar ik ben echt heel erg moe. Dus ik denk dat we zo lekker gaan slapen. Ja, jij ja. Ik wou net zeggen, tenminste ik, want Ossie is waarschijnlijk weer tot 3 uur nog wakker. Misschien dat we nog eventjes gaan kijken naar het hotel. Want we zijn echt letterlijk nog niet eens door het hotel gelopen. Ja, dat was het. Ik ben zo moe, jongens. Ik zie jullie maar. Good morning, het is wat dinsdag. En wij zijn nu onderweg naar het ontbijt. Gaan we even lekker ontbijten en dan gaan we weer gewoon lekker chillen aan het zwembad of zo of aan het strand. Ik heb een ding aan van Colorful Rebel. Topje van de Zara volgens mij. Mijn broekje is van Naked. Tas van Dior en mijn slippers zijn ook van de Zara. Bril is van Prada. Hoedje is van Dior. Ons ontbijtje is alweer bijna op. Goedemorgen zonder zorg, zeggen we dan. We zitten nu aan het zwembad. Of althans, we liggen nu lekker aan het zwembad. En hierachter is het zwembad. Het is ook echt nog maar 10 uur. Dus dat is wel chill. We hebben de hele dag nog. Dus we gaan even lekker relaxen. En morgen hebben we een hele leuke boot toe. We zijn even lekker een hapje aan het eten. Of tenminste, we zijn nog wel aan het wachten op ons eten. We zijn lekker Uno aan het spelen. Mijn haren, joh, dat is echt niet normaal. Echt, goeie, alsof ik er fresh uit in mijn haren. Dat is altijd perfect. Dus, volgens mij is die belichting van die camera, heb ik hem te licht gezet ofzo. Want we lijken zo fucking wit. Kijken? Kijk. Ziet er gewoon chatje uit toch maar, weet je. Dingen niet, kom op. Dus we zijn dus even Oena en Spelen zijn nu aan het wachten op ons eten. En vanavond willen we boven ons hotel eten. Dat is een steakrestaurant. Dus we moeten straks even kijken of daar nog een plekje is. Maar daar zouden we wel graag willen eten. Dus, wat heel mooi uitzicht. Ja. Dus we wachten nu op ons eten. Heerlijk. Heerlijk hoor. Zeker. Zeg, dames en heren. We zijn er. Ik denk niet dat je het hoort door de wind. Nee, denk ik ook niet. We zijn nu in een winkelcentrum en we gaan pala's lossen. Bapauw! Hij lijkt ook voordat ik een headshot ga geven. Samen met de jongens. Zie je? We zijn nu in de... Hey, deze man. We lossen gewoon pala's met Magnum en zo. Kijk die jongen, kijk, voor me. Jezus gaat even pala's lossen met een kolo en een nakkoe. Wat dan? Sterzen. Recht houd die arm. Kolo zwaar.
Ik zie wel een paar gaten, maar is het toch heel hoog? Volgens mij wel. Gaan we een boekarts met terecht? Oké, 5 meter zit. Dit moet je wel raken, schat. Je bent mijn partner in kruin. Je moet het gewoon goed likken. Deze ging volgens mij niet zo goed. Maakt niet uit. Wat vond je ervan dan? Maar die is veel lichter hoor. Vond ja, dat is Desert Eagle, mag ik. Oh, volgens mij. Oh, hij gaat niet eens laten zien. Oh, je hebt wel een aantal naast. Oh, maar je hebt ook hele goede schoten. Ik heb sowieso die gun uit zijn handen geschoten. My G. Knockout. Dit. Voor het geval dat ik heb alleen die chickie ook dood gemaakt. Dit is een hele enge Magnum. Zijn wife heeft niet overleefd. Zijn wife heeft zeker niet overleefd. Ik ga deze headshot. Ja toch. Dames en heren, we zijn er weer. Hij is een beetje... Het licht is een beetje slecht. We hebben net de balas gelost. Met Magnum, Desert Eagle. En we hebben met een automatische geschoten. Maar ik weet niet wat dat was. Die man zei, kan je vergelijken met een Uzi. Ik weet niet of het op de vlog staat. Maar toon toe eng. En weet je wat het was? Ik ging die Uzi schieten. Maar ik had mijn linker oortje half op. Nu, ik ben dat vergeten. Ik doe trrr, mijn oor. Ik hoor niks meer links. Maar je hebt net ook geschoten met een Magnum en een Desert Eagle. Wat vond jij ervan? Ik was fucking goed. Dat is wel waar. En dat heb ik ook op de vlog staan. Dus, die man zei zelfs nog tegen mij. Ja, het is ook nog haar eerste keer, hè, dus dat is wel leuk. Je moet ook naar Willem sturen. Die hij zei zo, goed. Ja, hij was dik. Was leuk, leuke ervaring. Op naar, het volgende avontuur. We gaan eerst even uit eten. En dan weer naar ons hotel. Drankje, een beetje paantje worden. Rustig. Oh ja, en we zijn nog steeds met de boys. We hebben ze eigenlijk nog niet geïntroduceerd. Maar ik denk ook niet dat ze dat willen, want ze hebben alle twee lastig gekregen vandaag. Balas, bro, kom niet bij mij met die dingen. Ervaren! Chalas. Sorry. Zijn we in de positie? Man, ik ben net voor, hij durft niet in die camera te kijken. Ja, joh, man. Dames en heren, vandaag zijn we met taxichauffeur. Abim Hollandalara bir selam gönder. Hoş geldiniz. Bütün Hollanda'ya selam. Haydi. Şahane deyiz taxichauffeur. Soldat. Hij doet het ook nog op de manier hoe jij het wil. Dames en heren, we zijn vandaag met onze G. We gaan even shisha pof hier in Marmaris. Orsi, Saman, Hollanda, mesaj göndermek istiyor mu? Hollanda, kijk in het kop. Lekker te ontbijten. Het is echt al
Het is nog maar 8:55. Want om 9:30 moeten we dus bij de ingang van ons hotel staan. Dan gaan we dus met de bus naar de boot. En dan hebben we dus een 5:08 bus. En dan hebben we dus een boottour. Dus ik ben echt heel benieuwd. Nou, we gaan dus met deze boot. We gaan met deze boot. Echt super dik. We liepen hier letterlijk gisteren langs en toen zeiden we van deze boot is echt ziek, hij is zo groot, echt een luxe boot en zo, dit, dat. Eindstand, we zitten echt op deze boot. What the fuck, bizar. Ja, tot dames en heren, we zijn er. Zoals jullie zien. We kunnen binnen lekker zitten, drinken en die dingen dat. Deze trap is wel een beetje hard. Hey, wallah. Hij is nat. Goh, dit raakt helemaal geen stress. Oorsjeboot. We kunnen hier nog naar boven, maar wacht even, kom even hierin, kom hierin, kom hierin. Laten we een beetje kijken naar hoe het is. Zé, we zijn er weer jongens. We zijn er weer. Als je uitzicht, dit is wel eng man. Zouden de mensen van hier naar beneden springen? Dus hebben ze genoeg verdiep hoog. Oeh, dit, dat ik voor de grap zei gisteren. Ja. Dus gisteren kwamen we hier langs en ik zeg tegen Ies, ik zeg luister. Istanbul! Schat, ik heb echt die dings bijna... Een zeemeermin! Erin. Oh, je... Kijk, mensen gooien ook nog. Je hebt het net te laat. Jawel, hier is gooi ook. Kijk dan, helemaal die bark. Ik ga zo meteen duiken om die doek op te raffen. Ik heb geen geld, maar wel hangen. Dames en heren, we gingen net Orsi dansen. Was super lit. Ik heb de show gekild, ja of nee, eerlijk. Ja, ik heb de show koud gemaakt. Mensen gingen me aankijken. Mensen denken, ik ben Jollander. Ik kan niet dansen, broer. Ik heb koud gemaakt daar. We zijn weer terug bij ons hotel. We gaan nu eventjes lekker wat eten. We hebben heel veel lekkere dingetjes gepakt. Het is super druk hier nu, omdat het ook etenstijd is, maar we gaan even lekker genieten. Het is vandaag donderdag en de tijd gaat zo snel. Echt, we gaan zondag alweer weg en het is nu al donderdag. Maar goed, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een bikini aan van Cider. Ik heb een topje met een bijpassend rokje aan. Ja, dat was het eigenlijk. Oh ja, mijn slippers zijn van Zara. En gisteren op de boot zijn we al best wel lekker bruin geworden. Ozzy. Dames en heren, ik heb mijn gezicht nog niet gewassen. Ik ben nog half aan het slapen, maar ik wil jullie wel graag mijn kop laten zien. Moet je hand even weg doen. Het ziet er een beetje bruin uit, jongens. Je ziet het niet zo goed. Zo? Nee, nu is het tegen het licht in. Oh. Maar... Nou jongens, in ieder geval, ik ben een beetje verbrand op mijn schouders.
We hebben vandaag een nieuwe TikTok geplaatst, gisteren een nieuwe TikTok geplaatst, dus hou die in de gaten. Volg iets op TikTok, iets serieus. En vandaag gaan we iets wel leuks doen. We gaan misschien buggy rijden. Yay. We gingen gisteren boottour, was leuk. Jullie hebben de beelden gezien. Vandaag gaan we buggy rijden. Dat wordt ook super low. We gaan op een soort van safari. Duurt 3 uurtjes lang. En we gaan gewoon gek. We gaan gewoon buggy rijden. Skuski, pull up in het. Nou, dit is dus het ontbijt. Ik zal het even laten zien, want het is zo mega veel. Dit zijn alleen al de broodjes. Dan heb je hier allemaal yoghurt. Met verse honing. Hier kaas. Heel veel kaas. Hier gewoon zalm, vleeswaren en zo. Heb je hier ook nog steeds vleeswaren. Hier heb je heel veel olijfjes. Heb je hier lekker salade. Echt zoveel kees. En dan heb je hier dus de keuken. En hier heb je dus gewoon allemaal warme dingen. En besef hè, dit is het ontbijt. En deze? Lekker ei. Lekker fruit. Oh, fruit hier jongens. Het is zo lekker. Echt niet hier ook nog weer. En heb je hier ook nog allemaal dingen. Sausjes. Jongens. En dan kan je hier binnen zitten. Kan je hier binnen zitten. Dan heb je hier met airco. En je kan ook nog buiten zitten. En heb je hier zelfs nog meer. Je hebt zoveel dingen. Dat is niet normaal. Dat is wel veel. Hè? Dat is wel veel. Wat? Dat die we pas zo deed. Oh nee. Oh, misschien wel. En pancakes. Nee, ik heb een nieuwe verslaving. Met dat zijn pancakes of crabs. Maar wij gaan vandaag denk ik voor de pancakes. Ja, want die wil ik ook een keer. Proefie. Ja, maar het is wel lekker. Oh, wacht. Een vrouw uit Nederland ook. Ja. Hoi Noah. Oh, mevrouw op het bord. Hallo. Oh, sorry. Dames en heren, dit is de eerste keer dat ik deze neem. Ik weet niet zeker, shout out to the chef. Oeh, lekker. Lekker ontbijtje. We gaan nu even lekker wat lunchen en daarna gaan we lekker buggy rijden. Dames en heren, wat hebben we op ons bord? We hebben grilled chicken with the nice wraps, the potatoes aka the chips and the onion rings, the spice sauce, yeah, en kijk even hoe snel mijn chops op, ik kan echt niet. Wacht, ik ga even naar mezelf kijken. Kijk die chops om. Oh, eigenlijk ben ik wel sexy. Tjallas! Hallo allemaal, wij gaan nu quad rijden. We gaan op safari, op mini safari. We gaan in de plaats van, wij wilden heel graag op een quad. Maar wij gaan in de plaats van dat we op een quad gaan, gaan we op een buggy. Tenminste, dat is hoe je het noemt. En dan gaan we op mini safari, gaan we door een off-road tripje gaan we maken. Door water, door de bergen, et cetera. Tenminste, dat is wat ons is beloofd. Onze outfit is van, doe je haar eens aan de zijkant? Onze outfit is van Crowjays, of Crowheats, of hoe je dat ook uitspreekt. Super low merk, shout-out naar hun. Ook gesponsord, mijn broek is ook van Crowjays. Mijn shirt ook, hele dikke achterkant. Hij stond wel hier, hoor. Kan je mijn achterkant eens filmen, snel? Oh nee, toch niet. Ja. Oké, en mijn vissershoedje ook. Dus, mijn broek? Low. Ja, mijn broek heb ik wel laten zien. Super fijne stof. En niet voor de promo of wat dan ook, maar het is gewoon oprecht dat ik dat meen. Het is gewoon super lauwe stof. En ik denk dat het gewoon een hele goede outfit is voor de safari. Dames en heren, we checken jullie zo. Hou ons in de gaten. Nog niet geabonneerd, nog niet geliked. Doe het. We zijn weer onderweg. We zijn er jongens.
zijn net met de bus aangekomen. Sorry, deze man ging net bijna dit weer, maar is niet erg. Ja man, we gaan nu laten lukken door de bergen ook. Zie je. Vanuit de iPhone. Mocht ons camera niet meenemen, we zijn helemaal vies geworden. En we zijn op Water Party. Oh yeah! Helemaal opgefrist en klaargemaakt. En we hadden vanmiddag trouwens hele leuke Nederlandse mensen ontmoet. En die gaan dus morgen al weg. En die zouden dus vanavond eten in het restaurant dat helemaal bovenop. Alleen ze gingen toch niet eten. En toen hadden ze hun kaart zeg maar aan ons gegeven. Maar wij hebben dus morgen ook geen sfeer. Dus nu kunnen we 2 dagen achter elkaar super chill en echt lief van ze. Maar het is echt heel mooi. Maar hier boven is het restaurant en dan hier beneden. Heb je het zwembad en dat soort dingen. Hier ook nog allemaal kamers. En dit is dan zeg maar de bovenverdieping. Dus helemaal bovenaan. Vind je het gezellig, Fortje? Echt thee. Het is super gezellig. Lekkere wijnen bij gekregen. Vers brood. Oeh, lekker hoor. Een mooi eisje. Dit is ons eerste toetjes, dit is echt niet normaal. Ik zal jullie alvast even laten zien. Ja, oh, we krijgen nog meer. Oh mijn god. Hij is helaas niet ontploft, dames en heren. Maar dat maakt niet uit. Als allereerst hebben we hier volgens mij een lava cake. Ik weet niet precies wat dit is. Het lijkt op een karamelijsje met speculaas. Dit lijkt op een appeltaart. Dit is vanzelfsprekend. En dit is dan een bol met witte chocola en ijs erin. En dan heb ik hier het lekkerste toetje voor jullie. God, non de Jonas. Oh yeah. Nee jongens. Nee, want ik vind het jammer geen lekkerste toetje. Nee, maar jongens. Santé. Ik drink voor 2. Fantastico. Maar we gaan lekker smukkelen. Jongens, dames en heren. Welkom weer bij de vlog. Ik ben een little bit panje, ik heb mee. Luister dan, dames en heren. We hebben net Barkie TL voorgegeven. En normaal kost zo'n, hoeveel kost het normaal? 36 of 39 euro? Ja, 36. Normaal kost 36 euro alle karten. Nu ik geef deze man Barkie voor je. Deze man zegt ineens tegen mij. Luister dan, mijn fucking jongen. Ik heb een fucking reservation voor je. Nee, hij zei van je kan nog een reservering voor je maken. En ondertussen maak ik even snel een foto voor de vlog, je weet toch. We doen het. Nee, maar even zonder foto. Ik zei dus van, want kijk, we hebben dus nu een reservering van iemand anders aangenomen. Shout out to de mensen uit Nederland. Uit waar kwamen ze ook weer, schat? Waar de containers. Uit Brabant. Containermarkt. Waar de containers.
Dames en heren, we hadden net ook lekker ruzie met z'n tweeën. Issy zei dat ik lekker mijn eigen weg op mocht gaan. Nee, dat zei ik niet. Ik zei doe dan lekker je eigen ding. Oh, en dat ik mijn eigen weg op Nee, je weg heb ik nooit gezegd. Je moet blij zijn dat ik een beetje te diep in het glas heb gekeken. Nee, ik heb gezegd dat je dan lekker je eigen gang moet gaan. Ja, het is precies hetzelfde. Oftewel, flikken maar op. Nee, ik zei dan mag ik erop. Ik bedoel gewoon, dan kan hij lekker zelf gaan vreten. En dan kan hij lekker zonder mij gaan. Dan zie je dat zo graag wel met een stoere bek van hem. Stoere bek? Op mij, nu is afgelopen. Nee. Ga weg, ik zet de camera even neer. Dames en heren. Wat vinden jullie van mijn jurk trouwens? Hij is van. Dat is de grootste. Hij is van Olivia en Kay. Ik heb zo tegen mij te praten. Ik wil gelijk in. Bam! Eentje geven, gelijk. Zijn blouseje is van de Batavia Stad. De broek is van de Zara. De loafers komen van Manfield. Don't forget the Louis V, baby. Lufthansa. Don't forget the frack. Shout out to the frack. We gaan nu onderweg naar de stad. Er zijn nog twee vrienden van ons die op ons aan het wachten. En dan gaan we even. Schatje! Ja. Dames en heren, goedemorgen. Het is vanavond. Vrijdag. We gaan jetskiën. We hebben goede prikken geregeld door een ploeg ook van hier. Die man in die bark is die jullie allemaal kennen. En ja, we gaan nu lekker jetskiën. We zijn net op de jetski geweest, alleen werden echt fucking hard geluid met de foto's. Want we wilden eigenlijk twee foto's, maar dan moesten we alle foto's kopen. Dus ja, ze hebben ons gewoon geleid. Dus nu hebben we geen foto's helaas, maar het was wel heel gezellig op de jetski. Ja, dames en heren, het was inderdaad super gezellig. We hebben een hele goede prijs geregeld. Eigenlijk hebben we een hele goede prijs geregeld qua jetski zijnde. Want normaal wordt hier iedereen geneukt, gewoon echt iedereen. Normaal is het €70 voor 10 minuten. €70 en dan per persoon, hè. Dus, zouden we altijd €70 moeten betalen. En dat gaat, ja, die prijs gaat gewoon veel te ver. Maar we hadden dus iemand geregeld hier. En hij had een hele mooie prijs geregeld. 1500 TL voor 4 jetskis, 20 minuten lang. Dus dat was gewoon helemaal goed. En stel dat wij die dingen hadden geregeld, foto's wel hadden gekocht, dan kwamen we alsnog op hetzelfde neer. Maar ja. We gaan even verder met Sierra kijken, jongens. Ciao. We zijn dus nu in het binnenzwembad. En ze hebben echt. Onze jullie zijn echt dom, hè? We hebben echt letterlijk het hotel nu niet eens verkend. Ze hebben hier letterlijk een sauna, een hammam, bubbelbad, massage, dingen, alles. Maar we zijn dus nu in het binnenzwembad. Net even gezwommen, maar het water is zo koud hier. Dat is echt niet normaal. Dus we gaan nu gewoon weer lekker naar het buitenzwembad. Dat zie ik er overeind. We hadden net even geluncht. Nou, onze lunch was gewoon standaard zoals altijd. Van die wraps met kip en die uieringen. Dus. Oh, mijn buik staat ook echt op knappen. Het lijkt echt alsof ik 6 maanden zwanger ben. Ja, kijk. Dit is dus het binnenzwembad. En dan heb je daar ook nog allemaal sauna en dingen. Maar 3 minuten pingpong en dan is het kamer. Goedendag. Zie, jij bent gewoon een loop. Emo, jij staat op. Jij staat op, jongen. I'm just the best. Hoppa, 1-1. En ik sta op. Huts. Huts. 2-1. Kom maar. Ik sta op. 3-1. Ja, je past me nu. Nee hoor, zeker niet. Yes, 4-1. Nee, hij deed 2 keer. Ja, dat heb ik toch gewonnen. Ah! Yesie! Jij mag opslaan. Dames en heren, we zijn er weer. Heerlijk avondeten met een super mooi uitzicht. Kijk even om je heen. Een van de laatste dagen dat we hier zijn. Maar we gaan er wat moois van maken de laatste dagen. Heel mooi uitzicht, lekker eten. En we zijn weer super ontvangen. Dus dikke shout-out naar Levante. Restaurant in Turkije, Marmaris.
We gaan het weer zien, jongens. Bon appétit. We hebben net ons voorgerecht gehad. Ik had een risotto en ons wil het lekker garnaaltjes. Ja, ik heb ze al gemurderd, jongens. Dus risotto, ik snap niet hoe je dat kan eten. Maar ja, we hebben met een heel mooi uitzicht. Echt, dit uitzicht, jongen. Godverdomme, dit uitzicht. Oh yeah, mami. Ja. We gaan nu even lekker een dessert eten. Zo krijg het zo weer op. We gaan heel erg op de vlog. Volgens mij ook niet, maar ja, wat was wel op onze Insta te zien. Dus maar voor de het mensen was die. En we gaan nu lekker dessert eten. Het is echt mijn lievelingsdessert. Die is zo lekker. Ik zal het zo meteen opvoegen. En nou, dan gaan we gewoon lekker chillen. Denk misschien even de stad in. Anders gewoon beneden bij de bar. Relaxen. İki tane şampanyasını verdin mi sen? Gidiyorlar ama sabırla. Verdim. Tamam. Hesap aldın mı? Aldım. Söyle. Oh yes, perfect. Doe maar even een wensje op onze vakantie. Okay. Wat heb je gewenst, die? Dat mag ik niet zeggen. De chocolade er is. Mijn lief. Jongens, het is vandaag onze laatste dag. Want morgenochtend gaan we helaas alweer naar huis toe. We hebben net eventjes ontbeten en we hebben net besloten dat we zo alvast even de koffers in gaan pakken. Zodat we daar de rest van de dag geen stress meer over hebben. En daarna gaan we even lekker aan het zwembad liggen. En dan is onze vakantie alweer voorbij. Ik ben nu eventjes aan het lunchen. Helaas wel zonder Uzi, want hij is eventjes naar de stad. Met jongens die hij kent. En ja, ik had eigenlijk wel zin om mee te gaan, maar de andere komt ook wel weer niet. Want het is onze laatste dag, dus we wilden eigenlijk nog wel even bij het zwembad blijven. Dus hij zei, als je niet meegaat, dan ga ik hem heel snel. Maar als je wel meegaat, dan duurt het waarschijnlijk langer. Dus ik ben nu hier gebleven, dus ik ben nu alleen aan het eten. Wil je misschien uitleggen waarom je zo gemeen bent, zeg maar? Dames en heren, het is de laatste dag. Zoals jullie weten, heeft de boy een klein beetje vliegangst. Maar die dingen gaan niet werken vandaag. Snap je? Ik moet me door het reis zetten. Als ik me door het reis zet, dan moet ik gewoon stoer doen. En als ik stoer doe, dan moet ik ook stoer doen tegen iedereen. Bang, bang. In ieder geval, we hebben net lekker gegeten. Onze laatste avondmaal in het hotel. En hier is een of andere show gaande in ons hotel. Dus we gaan er even kijken. Dan toe gaar, broer. Ik ben alles van, man. We gaan even kijken wat daar is. Hé, hey, kunnen we daar foto's schieten? Ja. Dus ja, dat. Dames en heren, laatste dag in Dubai. Ik bedoel Thailand, kijk het uitzicht. Oh, jullie zien het natuurlijk niet. Kijk het uitzicht,
We zijn in Dubai, Thailand. En ja man, het zit erop. Het zit erop. We gaan er vandoor. Dames en heren, nee, valt, we zijn Turkije zoals jullie weten. Ik zet de vlogcamera of ergens neer. Jongens, aan alles komt een eind. Net zoals onze leuke vakantie. Het is ondertussen ongeveer 9 uur. 10 uur worden opgehaald. En dan gaan we naar het vliegveld. Mijn vader is 7 uur wakker. Dat is 6 uur Nederlandse tijd. Ik was gisteren heel erg Panji. Ik weet niet of we dat hebben gevlogd, maar dat ging er niet best aan toe. Ik heb heel veel last van mijn keel. Ik heb last van mijn buik. Ik heb last van mijn teen. Ik weet niet, man. Ik heb ook helemaal geen zin meer om. Ik heb ook helemaal geen zin om te vliegen. Ja. Check het, man. En oh ja. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan hier snel beneden. Like je. Volg Iso op Insta. Volg Iso op TikTok. Ciao. We gaan er vandoor. Dit was trouwens onze hotelkamer. Dat hebben we namelijk nooit gevlogd, volgens mij. Echt een hele chille kamer. Super ruim. We hadden alleen de allerlaatste kamer die beschikbaar was. Dus we hadden dit uitzicht. Dus dat was wel iets minder. Want anders had je heel mooi zeeuitzicht met over het zwembad en alles. Dus wij zijn helemaal ready. Dus wij gaan er vandoor. Dit was de badkamer. Met gewoon best wel ruime douche. Heel chill. En hier een wc'tje. Dus, we zijn nu op de airport. We gaan weer naar huis. Er is dus net iets heel ergs gebeurd. We waren in de bus die onze transfer, zeg maar, richting vliegveld. Was Olly zijn tas vergeten. Ik ga een avond op. Wat nee. Was Olly zijn tas vergeten. En daar zaten onze... Je legt er veel te zijn uit. Dames en heren, dus wat gebeurt er? Wij zitten in de bus en ik heb mijn LV-bagger. Ik ga niet wel laten lijken LV-bagger, maar ik heb mijn LV-bagger zo bij me. Tenminste, dat dacht ik. En licht. Ja, dus ik had mijn tas niet bij me. Maar wat gebeurt er? Hoe komen we erachter? We zitten in de bus. Dus ik zeg tegen Issa, ik mag gewoon even mijn oortjes in doen. Ze zegt, ja hoor, mag wel. Nou, dat zei ik echt niet zo. Ze zei, ja, grapje, maar ze zei gewoon dat ik mijn oortjes moet pakken. Maar ik dacht dat zij mijn tas had. Dus eindelijk wat gebeurt er? We zoeken mijn oortjes, we zijn onderweg, laatste hotel voor die mensen op te halen. En kijk, mijn oortjes zijn weg. Maar wat zit er in mijn tas? Mijn oortjes, mijn paspoort, mijn geld, mijn pasjes, alles. Dus nu, ik zeg tegen die man, tegen die buschauffeur, ik zeg stop de bus, stop! Nee, grapje, ik zeg gewoon, chef, ik heb een probleempje, want ik ben mijn tas vergeten. En toen zei hij van, ja, dat is fucked up, maar hij hielp me heel goed. Hij zette de bus even aan de zijkant, belde het hotel op, ik had geen internet, helemaal niks. Gelukkig waren er mensen die me wilden helpen en toen hebben we een taxi gebeld, die heeft mijn tas dus gebracht. Maar, stel dat dat niet kon, we waren de lul en hadden we onze vlucht niet gehaald. En dan ben je nog wat langer in Turkije. Dus nu staan we in de rij voor naar het vliegveld te gaan. We hebben alles al ingecheckt en alles ging heel snel. Dat komt omdat we niet zo lang hoefden te wachten hier. Dus dat was echt heel chill. Oh ja, we hebben onze handbagage ook ingeleverd voor vrienden. Heel ja. Goeie. Dus nu zijn we bijna bij. Dames en heren. Waarom zeg ik altijd eigenlijk dames en heren? We zijn weer in ons kikkerlandje. Ik zit te chillen hier. En we zijn op Schiphol. Hele rare vlucht gehad. We kregen net mensen beef in de bus. Omdat de mevrouw iemand ging duwen of zo. Dus die man zegt toen eens: bek houden! Bek houden! Als hij dat tegen Isis had gezegd, ik zeg jullie eerlijk. Wacht, ik was laag gegaan. Ik heb die man, ik was gelijk gevallen. Gelijk! Weet je wat ik zou doen? Ik ga zelfs laten. Even filmen, wacht. Dus nu die man zegt, bek houden, hoe die bek houden zegt, ik zeg, ja, bam, ben direct uitgehaald, ben direct zijn moeder gekant op. Ik wil niks horen, maar die dingen gaan niet gebeuren aan deze kant, dat kan ik hier wel doen. Nou, moet ik even genieten hier. En blijf rustig met die camera.
Lifestyle. Living life to the fullest. Ja, is goed. Grapje, schatje, als je het ziet. Hoe zit je op een kolenkoffer, man? Doe eens even rustig, man. Hoe zit je op die koffer? Gaat het wel goed? Hij is er nog niet. Maar het is wel 6 minuten geleden, hoor. 6 minuten geleden? Ik zag onze kleine koffer. Wat dan? Ik zag onze kleine zwarte koffer. Ik denk dat we deze vlog niet meer gaan doorpakken. Misschien als we thuis zijn of als we zo meteen onderweg zijn. Maar, weet je... Oh ja, ik moet jullie nog iets vertellen. Oh mijn god. Nee, dat moet ik echt niet doorgaan. Luister. Zijn jullie nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu hier beneden. Likey. En niet te vergeten, TikTok, Instagram. Subscribe, alles gewoon, man. Gun ons een beetje, man. We gaan het maken, Enzo Knol. Ik heb het vaker gezegd, maar doe die dingen niet.